Brussels Frans, dat is mijn toon. Klinkt veel zuter in mijn uur als Turk Vlams van meneer Pastuur of als gebroebel van een wol. En zijn ik nuchter of zijn ik zat, zijn ik triestig of de gereba, Brussel is mijn geboortestad. Ze was en zest, ze blaaf van ma. Brussel! De ratten zwommen op het land, de mensen gingen lupen. Ze zijn in Brussel ongeland, wie Brussel op de kuipen. Want ze hebben macht en ze hebben geld, ze kunnen alles krijgen. Als kleine man die hem niet helpt, in Brussel mooie zwijgen. Want spreek dat voel dan net de kans, want die kan bras te krijgen. En broebelde die gele Frans, in Brussel mooie zwijgen. Het Parandenpark in Brussel. Hier zet België in 1830 een beslissende en onomkeerbare stap. Brussel wordt de hoofdstad van een onafhankelijke staat. Koning en parlement resideren er. De grote financiers vestigen er hun banken. Het land wordt bestuurd door de 40.000 rijke Frans sprekende burgers die stemrecht bezitten. De helft van hen woont in Brussel. De gewone Brusselaars hebben gedurende het grootste deel van de 19e eeuw niets te vertellen. Zij spreken Brussels, een Nederlands dialect. Het nieuwe administratieve, politieke en financiële centrum groeit snel. Op 30 jaar tijd komen er 50.000 nieuwe Brusselaars bij. Bijna allemaal migranten die een graantje willen meepikken van de welvaart. Vooral Vlaamse mensen trekken naar de hoofdstad, want met hun weefgetouwen kunnen ze niet concurreren tegen de machines. De meesten komen terecht in de buurt rond de Zenne. Daar wonen de Brusselse arbeiders in stegen en beluiken. Er zijn zo'n 500 beluiken in de Brusselse Vijfhoek. Hygiëne is er niet. Er is één toilet voor 70 mensen. Maar toch is het leven in Brussel beter dan de honger op het platteland. De ongeletterde massa heeft weinig taalzorgen. De mensen proberen te overleven. Hun kinderen leren op straat het Brussels. Iedereen pikt hier en daar een paar woorden Frans mee. De belangrijke straten geven de indruk dat Brussel een Franstalige stad is. Daar zijn de winkels en de handelszaken. Daar wonen de betere burgers en hun huispersoneel. De opschriften, de reclame, zijn in het Frans, want de cliënten met geld en tijd voor die producten zijn veelal Franstalig. Toneel, opera, de kranten en boeken richten zich allemaal tot mensen met geld en zijn dus Franstalig. België heeft behoefte aan statistieken en in 1842 en 1846 worden talentellingen gehouden. 38% van de Brusselaars zegt dat ze gewoonlijk het Frans gebruiken. 62% spreekt alleen Nederlands. Maar bij een meer gedetailleerde telling, 20 jaar later, blijkt dat maar de helft van die 38% echt Franstalig is. De andere helft zegt regelmatig Frans te spreken, omdat ze de hogere klasse willen naapen. De tellingen tonen ook aan dat wie arm is, meestal Nederlands spreekt. Toch komt er nauwelijks verzet tegen de dominerende Franstaligen. Pas rond 1850 reageren enkele Vlaamsgezinden. Vaak zijn het eigenaardig genoeg Franstaligen, zoals Jotrand. Ze stichten het Vlaams Middencomiteit en zijn ervan overtuigd dat taaldiscriminatie een sociale discriminatie is. Ze ijveren voor algemeen stemrecht, want de Vlaamse strijd is een sociale strijd. Rond 1860 barst de Brusselse Vijfhoek uit zijn voegen. De oude stad, die binnen de huidige kleine ring ligt, is volgebouwd. Brussel annexeert delen buiten de stadsmuren, zoals de Leopoldswijk en de Louisalaan.
Brusselse stadsbestuur laat de vervuilde Zenne, die altijd buiten haar oevers treedt, overwelven. Boven de overwelfde Zenne bouwen de rijke Brusselaars ruime en luchtige boulevards. 1100 krotwoningen worden afgebroken. 40.000 arme Brusselaars moeten verhuizen. Ze trekken naar de randgemeente, naar Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek. De besteedt een flink deel van zijn fortuin aan de verfraaiing van Brussel. De hoofdstad van dit rijke land wordt steeds mooier. Brussel wordt een dansende stad. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de Broekerplaats was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en kamparasol. De paardentram schoof langs oude gevels. Op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Hij was sergeant-majoortje, zij zat op een kantoortje. Hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh, la la. In de hoofdstad zijn alle scholen Franstalig, want onderwijs kan alleen in een beschaafde taal worden gegeven, vindt het Brusselse stadsbestuur. En het Nederlands is een dialect, zonder grammatica en zonder literatuur. De Brusselse kinderen studeren in het Frans. Studeren is een groot woord. Ze spreken Nederlands, maar ze kunnen het niet lezen. Ze lezen Frans, maar ze begrijpen het met moeite. De Brusselse schepen van onderwijs, de liberaal Charles Buls, stelt zelf vast dat als een onderwijzer over een locomotief spreekt, uit de gesprekken achteraf blijkt dat de leerlingen heel de tijd dachten dat het onderwerp van de les een boom was. De sociaal en Vlaamsgezinde Buls vindt dat het zo niet langer kan. De leerlingen moeten eerst hun moedertaal behoorlijk leren spreken, lezen en schrijven voor ze in het Frans mogen studeren. In oktober 1879 start de stad Brussel met het BULS-systeem. Het schoolhoofd bepaalt voortaan de moedertaal van het kind en plaatst het in een Nederlandstalige of een Franstalige klas. Het regent onmiddellijk protesten. Sommige directeurs plaatsen goed geklede kinderen in de Franse en wie er armoedig uitziet in een Nederlandstalige klas. Lang blijft het BULS-systeem niet bestaan. De druk van de Vlaamse Brusselaars zelf is te groot. Zij zien alleen een Franstalige stad. En op het werk zijn de meeste bazen en bedienden Franstalig, of ze doen alsof. De arbeiders denken dat hun ketjes, hun kinderen, veroordeeld zijn om arbeider of meid te blijven als ze geen Frans leren. Hoe vlugger, hoe beter. Vlaamse vaders vragen om hun kind meteen naar een Franstalige klas over te plaatsen. De druk is zo sterk dat het BULS-systeem geen 10 jaar stand houdt. In 1888 kunnen de schooldirecteurs weer een zin doen. BULS is dan al 4 jaar burgemeester en houdt zich niet meer met het onderwijs bezig. In de jaren rond 1870 ontstaan de eerste taalwetten. Dit zijn de principes. Wallonië is eentalig Frans, daar geldt het droit du sol. Wie zich in Wallonië vestigt, Nederlandstalig of Franstalig, moet in zijn contacten met de overheid het Frans gebruiken. In Vlaanderen kiest de burger zelf welke taal hij met de overheid wil spreken. Wallonië is met andere woorden eentalig,
Vlaanderen is tweetalig. Brussel is meteen een uitzondering op die taalwetten. Ze gelden niet voor de gemeentebesturen van het toen nog zeer grote arrondissement Brussel. Daar wordt verder in het Frans bestuurd. In 1889 komt er een taalwet voor rechtszaken. Volgens deze wet is een Vlaamse gemeente een gemeente waar een meerderheid Nederlandstaligen woont. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de stad Brussel. Brussel wordt opnieuw een uitzondering omdat het de hoofdstad is van een tweetalig land. Vanaf 1860 houdt de overheid om de 10 jaar een talentelling. Er zijn nu 3 categorieën, eentalig Nederlands, eentalig Frans en tweetaligen. Die tweetaligen zijn voor een groot deel Vlamingen die een beetje Frans kennen. De echte Brusselaars beseffen wel dat ze hun eigen taal en cultuur verliezen. Ze willen of durven zich niet meer met het Nederlands identificeren om niet tot een lagere sociale klasse te worden gerekend. Toneelstukken hekelen die bourgeois-mentaliteit. Ze krijgt zelfs een naam, Beulemans, naar de familie uit het toneelstuk Le Mariage de Mademoiselle Beulemans. Ja, tous les jours des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe. Pardon, monsieur Beulemans. Beulemans, Beulemans. Je suis Beulemans. Vous êtes toujours à faire des patatis et des patatas, à pincer le français et à faire des compliments parisiens. Et en attendant, on néglige la besogne. Je n'aime pas ces garçons. Een Beulemans is een streber die probeert een stapje hoger op de sociale ladder te klimmen en daar zijn eigen taal en cultuur voor vergeet. Het Beulemans wordt de naam van een soort Frans dat doorspekt is met Nederlandse woorden en zinsconstructies. Het wekt nog altijd de lachlust op van de echte Fransen, die geen idee hebben van de sociale miserie waarin het Beulemans is geboren. Je m'en doutais, mais soyez tranquille, ça n'est pas du spek pour votre bec. Ook de houding van het Brussels gemeentebestuur beïnvloedt de taalevolutie. Burgemeester Max en schepen van onderwijs, Jacquemin, gebruiken het onderwijs om het volk braaf te houden, het een betere opleiding te geven en te verfransen. Vanaf 1914 verplicht de wet op de schoolplicht alle kinderen naar school te gaan tot hun 14e. 70.000 Brusselse Vlamingen kunnen in 1914 hun kinderen naar 5 Nederlandstalige klassen sturen. 7 jaar later is er in Brussel geen enkele Nederlandstalige klas meer. Veel Vlaamse ouders vinden dat hun kinderen geen toekomst hebben als ze in het Nederlands studeren. De gevolgen zijn bijna altijd dramatisch. Ik ken natuurlijk geen Frans en dat is voor mij aanvankelijk een echt drama geweest. Ik was altijd de eerste geweest in de klas in Hedder-Overeenbeek. En daar natuurlijk niet meer met al die cursussen die in het Frans gegeven werden. En met mijn onvoldoende kennis van het Frans kon ik niet volgen, hè. 60% van alle leerlingen in de scholen van de stad Brussel moet dan ook 1 of meer jaren overdoen. Na de Eerste Wereldoorlog keert koning Albert triomfantelijk terug naar de hoofdstad. In Brussel komt een lastercampagne op gang tegen alles wat Vlaams is. Veel Brusselaars schakelen onmiddellijk over op het Frans, van zodra ze met de eerste de beste gezagsdrager spreken. Het laatste nieuws publiceert artikels over allerlei taalincidenten. In 1921 komt er een nieuwe taalwet. Openbare diensten in Vlaanderen moeten voortaan het Nederlands gebruiken. De vele Walen en Franskions die er werken, moeten nu ook Nederlands kennen. De wet wordt soms wel en soms niet toegepast. In ruil voor deze wet krijgen de francofonen belangrijke cadeaus. De stad Brussel is in geldnood. De hoofdstad krijgt subsidies in verhouding tot het aantal inwoners. Dus hechten de Brusselse politici 3 Vlaamse gemeenten aan: Laeken,
Neder-Overheenbeek en Haren. Dat betekent ongeveer 50.000 inwoners meer. De wet van 1921 definieert voor het eerst het begrip Brusselse agglomeratie. Die bestaat uit 17 gemeenten, de hoofdstad Brussel en 7 randgemeenten, Sint-Joost, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene, Sint-Gilis, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. In het noorden Jette en Koekelberg en in het zuiden Oudergem, Watermaalbosvoorde, Ukkel en Vorst. En in het oosten de 3 Woluwes. Alle gemeenten blijven zelfstandig, maar in de rest van het land wordt het een gewoonte ze allemaal op een hoop te gooien en het Brussel te noemen. Gemeenten die tot de Brusselse agglomeratie behoren, mogen zelf hun bestuurstaal kiezen. Sint-Stevens-Woluwe is de enige gemeente die het Nederlands gebruikt in haar interne administratie. De jaren tussen 1920 en 1950 zijn beslissend voor de verfransing van de Brusselse gemeenten. Vooral het gedrag en de mentaliteit van de Brusselaars spelen een rol. Door de stijging van de welvaart neemt de gewone man de manieren en de gewoonten van de burgerij over. Hij stuurt zijn kinderen naar Franstalige scholen. Zo begint de verfransing in de diepte. Veel kinderen kennen nog wel Nederlands, maar voelen zich niet langer thuis in die taal. Later, op feestjes, komt hun oude moedertaal misschien nog wel eens boven, maar voor de rest spreken ze veel gemakkelijker Frans. In de jaren 30 willen de Vlamingen dat de Belgische wetten worden nageleefd. Brusselse kinderen moeten les krijgen in hun moedertaal. Het gezinshoofd moet bij de inschrijving van het kind een verklaring over de moedertaal ondertekenen. Het regent valse verklaringen. Er zijn 2 inspecteurs aangesteld om ze te controleren in de hele Brusselse agglomeratie en in een groot aantal gemeenten aan de taalgrens. En ze mogen alleen in de eerste maand van het schooljaar controleren. In de periode tussen de 2 wereldoorlogen zet de verfransing een definitieve stap. Ook de kinderen van arbeiders en bedienden worden meer en meer eentalig Frans. Tussen 1930 en 1947 schakelen zo'n 100.000 Vlamingen over naar het Frans. En dat komt vooral door het onderwijs en door het werk. Want iemand die solliciteert moet natuurlijk een beetje Frans spreken om de baas of de klant ter wille te zijn. Hetzelfde gebeurt in de gemeentelijke administratie. De gemeentebesturen nemen meer personeel in dienst dat uiteraard Frans moet kennen. Ondanks de crisis in het begin van de jaren 30 stijgt de levensstandaard. De kwaliteit van kleding, voedsel en woningen wordt beter. Tienduizenden kijkers volgen de veldslagen tussen Dering-Molenbeek en Union Saint-Gilles. Op het einde van de jaren 30 daagt een nieuwe concurrent op, Anderlecht. De meeste Brusselaars staan er niet bij stil, maar ze merken toch dat ze het geleidelijk aan beter krijgen. De gewone Brusselaar vindt ook dat hij meer waard is nu hij wat Frans spreekt. In Brussel blijft het officiële Vlaamse leven in de schaduw. Alleen in de Vlaamse Schouwburg wordt keurig Nederlands gesproken. Maar het meest succes hebben de Alhambra, de Folie Bergère en het Poppentheater. Daar wordt in een onvervalst Brussels gespeeld en gezwanst. Maar de acteurs en zangers voelen zich Brusselaar en geen Vlaming. Ze spelen of zingen soms net zo goed in het Brussels Frans. En het officiële Vlaanderen heeft voor hen geen enkele belangstelling. Dat man 2 voeten verslijten zijn tot om mijn knieën. Ja, ze pataat. En als ik erop haas, zeg dan me zullen, als me zullen Frans geleerd hebben, hè, dan me van even rum terug naar Brussel moeten, hè.
Zij vroeg me af tot hoe dat uit de zijn zullen verslijten zijn. In 1923 sticht August Vermeijlen samen met Herman Teirlinck een Vlaamse club. 10 jaar later groepeert de Vlaamse ambtenaar Jozef Klottens 160 verenigingen in het Vlaams Verbond voor Brussel. Het Vlaams Verbond heeft ook een eigen tijdschrift, Brusselse Tijdingen. De meeste artikels klagen over de schandalige manier waarop de taalwetten gesaboteerd worden. Ook de wantoestanden in het Brusselse onderwijs krijgen veel aandacht. De kleine groep bewuste Vlamingen heeft in die vooroorlogse tijd vaak de indruk tegen de bierkaai te vechten. Vlaanderen is hen vergeten. Dat blijkt ook wanneer het parlement in 1932 nieuwe taalwetten goedkeurt. Vlaanderen is niet langer tweetalig, maar wordt officieel Nederlandstalig. In Brussel zelf geeft de wetgeving alleen een waarborg op papier. In alle Brusselse gemeenten moet alles tweetalig zijn. Mededelingen, formulieren, wegwijzers. Men moet rekening houden met Frans en Nederlandstaligen. Als het erop aankwam papieren te bekomen, alles was en bleef in het Frans. En hij die dan een dwarsdrijver was en absoluut iets in het Nederlands, van, ja, dat vond men, ça n'était pas de jeu, hè, dat deed men niet. Hè. Alle werknemers van de Brusselse gemeente moeten tweetalig zijn, tenminste in theorie. Loketbedienden, en dat zijn meestal lagere beambten, moeten een grondige kennis van de tweetalen bezitten. Voor de bazen is maar een voldoende kennis vereist. Iedereen krijgt premies voor zijn zogenaamde tweetaligheid. Daarom organiseert men vanaf 1932 taalexamens. De Brusselse Vlaming moet uiteraard zeer goed Frans kennen. Voor een Franstalige volstaat het dat hij een paar woorden brabbelt die vaag op Nederlands lijken. Maar zelfs tegen die papieren tweetaligheid rijst verzet. Zo wordt in Brussel de Ligue contre la Flamandisation de Bruxelles opgericht. Brussel moet uitsluitend Franstalig worden. Franstalige ambtenaren moeten al hun voorrechten behouden en mogen nooit onderworpen worden aan een taalexamen. Het regelmatig terugkomend protest van Vlaamse zijde helpt weinig en beperkt zich tot wat lawaai bij betogingen. Tot een Vlaming het niet meer neemt, Floor Grammans. Grammans is een koppige Oost-Vlaming. Hij verkiest de daad boven het woord. In januari 1937 trekt Grammans voor het eerst een schilderskiel aan. Hij begint met het overschilderen van onwettige Franstalige borden in de tweetalige stad Edingen. Vlaamse studenten steunen hem enthousiast. Een maand later komt Grammans met zijn schilderschool naar de hoofdstad. In de buurt van het Noordstation, in Elsene en Sint-Joost, worden onwettige borden en opschriften overschilderd. Ik overschilderde immers die straatnaambordjes en die wegwijzerplaten zeer nauwkeurig. Ik had er de tijd toe. In mei 1940 wordt ons land door de Duitsers bezet. In de hoofdstad merken veel Vlamingen dat de verkoopsters in de mooie winkels en de grootwarenhuizen, zij die zogezegd geen woord Nederlands kennen, plots wel wat Duitsmachtig zijn. Duizenden Brusselaars zijn krijgsgevangen. Wanneer de Duitsers de Vlaamse krijgsgevangenen vrijlaten, herinneren de meeste Brusselaars zich plotseling hun Vlaamse origine. Ze bewijzen hun kennis van het Nederlands voor een Vlaams-Duitse onderzoekscommissie die het hen trouwens heel gemakkelijk maakt. De latere FDF-burgemeester Roger Nols is zo een van die Vlaamse bekeerlingen. En Paul van den Boeynans geeft zelfs lessen Nederlands in het krijgsgevangenkamp. Ik heb nachten doorgebracht, dag en nacht doorgebracht, om aan vrienden Vlaams te leren. Om in Vlaams te leren. Omdat wij ongeveer de vragen kenden die werden gesteld. Waar ben je geboren? Wat doen de ouders? Enzovoort. Van tijd tot tijd natuurlijk liep de zaak mank. Hè? Maar ik mag zeggen dat ik toch tenminste vier walen naar huis heb gestuurd. Kunnen naar huis sturen door het Vlaams dat ik hun op 3-4 weken aangelegd. Wat ook een bewijs is dat wanneer er een wil is,
Dat is dan een weg, hè? De Duitse bezetter staat erop dat de taalwetten worden toegepast en richt daarom een commissie voor taaltoezicht op. Lid en stuwende kracht is Floor Grammans. Grammans onderzoekt vanaf september 1940 de taalkennis van de Brusselse leerlingen in het lager onderwijs. Ah, de resultaten zijn zeer goed geweest. Natuurlijk waren wij met de taalkommissie alleen een baas geweest, dan zouden ze nog beter geweest zijn. Maar wij hebben nooit gehandeld buiten of boven de wet. Zowat 16.000 van de 37.000 kinderen horen thuis in een Vlaamse klas. Het ministerie van Onderwijs protesteert tegen deze toepassing van de Belgische wet en het regent klachten van zogenaamd Franstalige ouders. De Duitsers geven wat toe, want Ruhe und Ordnung zijn ook belangrijk. Ten slotte worden zowat 6.000 kinderen naar de Vlaamse klasse overgeheveld. De actie van Grammes en zijn commissie is een succes. Een paar jaar later zit 43% van de Brusselse kinderen in Nederlandstalige klassen. Maar in september 1944 wordt de rekening gepresenteerd. Overal worden de Vlaamse afdelingen in de scholen afgeschaft. De Nederlandstalige kinderen gaan opnieuw naar het Franstalig onderwijs. De agglomeratie oogt meer dan ooit als een Franse stad. In die sfeer wordt in 1947 opnieuw een talentelling gehouden. De Brusselse gemeenten zijn daarbij zeer behulpzaam. Ze vullen bijvoorbeeld de naam van de burger alleen in op de Franstalige kant van het formulier. En het zijn politieagenten die de formulieren overhandigen. Veel mensen denken dat ze hun burgertrouw dubbel bewijzen als ze Frans in plaats van Nederlands invullen. De resultaten zijn zoals verwacht en toch schokkend. Het aantal eentalig Nederlandstaligen in de hele agglomeratie daalt tot 9%. Het aantal eentalig Franstaligen stijgt tot 37%. Die cijfers moeten met een grote korrel zout worden genomen, maar de evolutie is duidelijk. De complete verfransing lijkt niet meer te stuiten. Brussel wordt een graf voor iedere Vlaming die daar zijn cultuur en identiteit verliest. De Christelijke Volkspartij verhindert 7 jaar lang de publicatie van de resultaten van de telling. De socialistisch-liberale regering van Van Akker publiceert de resultaten wel. De socialist Pierre Vermeijlen neemt het karwei op zich. Everen, Sint-Agatha, Berchem en Ganshoren komen daardoor definitief bij de Brusselse agglomeratie. Die telt nu 19 gemeenten, want sinds Tevens Woluwe hoort er sinds 1932 niet meer bij. Midden de jaren 50 verandert langzaam het uiterlijk van Bruxelles-Petit Paris. De behoefte aan kantoorruimte wordt groter. De Noord-Zuidverbinding komt eindelijk tot stand. Overal worden tunnels gegraven. Aannemers hakken de bomen aan de prachtige Brusselse lanen om voorrang te geven aan het verkeer. En dat allemaal voor een wereldtentoonstelling, Expo 58. Expo 58 is de laatste triomf van het oude Franstalige België met wat faciliteiten voor de Vlamingen. Overal domineert het Frans, van het organisatiecomité tot de hostessen. Maar Expo 58 heeft belangrijke gevolgen. Honderdduizenden Vlaamse dagjesmensen zakken af naar Brussel en verkennen de hoofdstad. Ze ondervinden aan den lijve hoe loketbedienden, tramconducteurs, politieagenten en winkeliers Vlaamse mensen behandelen. De meesten staan er niet bij stil. De bewuste Vlamingen wel. Zij bereiden de mars op Brussel voor. De rattedij lukt er een van Brussel te verfransen. Ne Vlomingens, ne vreemdeling, no huilen, poepen dansen. Dat is alles wat er mag doen, vuil boeien en vuil knikken. De tamme Vloming laat hem doen, hij laat zijn stad afpikken. Ne Vloming is een tamme kat, een leeuwke zonder tannen. Hij pakt zijn moes af en gaat, hij noemt ze gruurte mannen. Ne Vloming is een tamme hond, hij tijd hem niet verwijgen. Hij spreekt de ratten door de mond, de grond van zijn misère. De Vlomingen kunnen alleen mijn koor bekritikeren. En reuzen mogen onderin tot ze er bakken vegen. Ik weet dat ik duid al eet, misschien vuil vijanden zal kragen. Mocht zijn de ratten me gezien, ik zou
Wie neemt? Zwagen!